demonstratie van de zogenaamde Infinity & Beyond microfoon voorversterker. Die dingetje is eigenlijk helemaal niet bedoeld als microfoon voorversterker, maar het is die op dit moment dus nu wel. En ik test hem dus ook echt eventjes uit om te horen hoe dat nou klinkt. Om te kijken of ik het goed heb gedaan. Ik heb echt een beetje mijn best gedaan om dat ding enorm op te versterken. Dat is zo'n factor nou, meer dan 600 keer. Dat betekent dat je ook heel veel ruis mee opneemt. En dus het is de bedoeling om dat ding dan zo ruisvrij te houden als je maar kan. Nou, als je nu is hij nog niet aan of niet aangesloten. Dus als ik er nu zo eventjes het volume opdraai naar de helft. Even kijken. Dan hoor je ongeveer mijn ruis uit de sterker. Nou, dat hoor je misschien helemaal niet. Zal ik hem nu eens eventjes even aandoen, maar dan zonder microfoon erin. Dan krijg je een idee van zijn eigen ruis. 1, 2, 3. Ja, dat hoor je duidelijk, hè? Dat er dan een ruisje komt. Dus ja, aan de andere kant versterkt nu ook al voor een belachelijk groot gedeelte. Dus we kunnen op dit level kunnen we niet die microfoon aanzetten, want dan gaat hij echt al oversturen. Dus weet je wat, we zetten hem helemaal op nul. We pluggen de microfoon erin. Even kijken. Nou, dat kan ik niet met twee handen. Zo. Microfoon erin. Ding aan. Langzaam het volume een beetje opdraaien, niet veel. Zoiets. Zoiets. Nou, ik loop naar de microfoon. Hallo, hallo. Dit is het mannetje van de radio. Hallo, hallo. Hij doet het best goed. Ja, vind ik wel. Ietsje meer volume. Oeh, dit hoor je wel. Maar, daarmee versterk je ook. Ja, oeh. Oké, ik draai hem weer zachter. Nou, leuk hè. Dat was hem.